De wekelijkse raad van ministers is vandaag virtueel via Zoom gehouden. Dit zegt Humphrey Dundas, hij is directeur volkscommunicatie. De pers die gewend was de ministers te spreken voor aanvang van de raad van ministers, kon dat vandaag dus niet doen. Zoals bekend is een van de ministers besmet met COVID. En er zijn dus maatregelen getroffen binnen de regering. Vandaag hebben we dus niet de gebruikelijke RVM zoals we gewend zijn, waarbij de minister fysiek aanwezig zijn. Wat wel is gebeurd is dat er wel voor een andersoortig faciliteit is gekozen. Ook vanwege de technologie is het dus nu mogelijk om dus gewoon te vergaderen. Vandaag een beetje bijzonder, we gaan het dus via Zoom doen, dus een beetje virtueel. De vergadering is op dit moment, terwijl we praten, nu gaande. Niet alle ministers zijn aanwezig. Enkele die vertoeven momenteel in Guyana. En de rest die in thuisquarantaine zijn, die nemen wel deel aan de Raad van Ministersvergadering. Dundas geeft verder aan dat de ministers die in thuisquarantaine zitten vandaag of morgen worden getest om na te gaan of zij wel of niet besmet zijn met het COVID-19-virus. Er zal een test worden, een COVID-test worden uitgevoerd, want het is dus zo dus dat er in de Nationale Assemblee ook vergaderd moet worden. De begrotingsbehandelingen die staan voor de deur. En het is dus zaak dus dat de ministers ook daar aanwezig moeten zijn. Donderdag is uitgerekend voor een DNA-vergadering. Enkele van de ministers die zullen dus geswapt worden. Indien zij dus negatief zijn, zullen ze dus lijfelijk aanwezig zijn. Maar voor nu is het dus dat ze in thuisquarantaine zitten. Als ze negatief zijn, dan zijn ze weer normaal op kantoor. Als ik je dan goed begrijp, worden dan sneltesten uitgevoerd bij de bewindslieden? Ja, ik zei sneltesten, testen. In elk geval, ze worden getest. En als ze negatief zijn bevonden, en dan moeten ze hun werk gewoon voortzetten zoals normaal. Humphrey Dundas, hij is directeur volkscommunicatie. De Raad van Ministers is vanmorgen virtueel via Zoom gehouden.